Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag een heel leuk spel doen. Het is doen door van het waarheid, maar dan met waarheid en durven. Dus niet met doen. Kom maar. Yeah, we gaan een spelletje spelen. Oké, kom maar op. Ik zie. We hebben een app op de telefoon. Je moet even zeggen hoe die app heet voor iedereen. Het heet Doen Durf op de Waarheid. Heet die app ook zo? Ja. Klassiek, feest of extreem? Feest, want extreem feest. Is wel feest. Wat is de grootste leugen die je ooit hebt verteld? De grootste leugen die ik ooit heb verteld en die moet ik zomaar nu eventjes gaan vertellen? Ja, ik denk dat ik vroeger als kind wel eens gewoon echt een heel verhaal heb verzonnen over wat ik had gedaan en wat ik had meegemaakt, dat het gewoon helemaal ook, niet waar was. Heb ik ook wel eens gehad. Ik heb gewoon eens een keertje gezegd tegen iemand. Nou, weet je, want een serie die heette Hopeloze Heksen. En zei ik, zit op die school hoor, dus dat bestaat wel. Heb ik een heel verhaal gepraat. Als kind heb je sowieso veel hele rijke fantasie, dus dan doe je dat ook in. Ja. Probeer je eigen ellebogen te likken terwijl je het alfabet zingt. Nee! Ja! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, O, P. Wacht, ik kan hem niet helemaal. Q, R. Q, R, S, Z. Oh, dat lukt me niet. Ja, zoiets, ja. Helemaal top, joh. Top. Wat is het meest gewaagde dat je ooit in het openbaar hebt gedaan? Dat zijn wel meerdere dingen hoor, dat ik gewaagde dingen heb gedaan in het openbaar. Ik ben een keer naar een concert gegaan, TMF Awards, ja. Zonder kaartje. En dan ben ik samen met een vriendin gewoon naar binnen gesneakt. Nee, we hebben niet gesneakt, maar we hebben onszelf naar binnen gepraat. We hebben zeg maar een heel verhaal verzonnen. We een stukje wilden schrijven over het evenement. En ja, uiteindelijk zijn we gewoon gratis naar binnen gekomen. En stonden we ook nog eens VIP vooraan. Dat was wel heel gewaagd om dat te doen. Want dat vond ik heel erg eng. Maar die vriendin van mij, die was nogal... Ja, die durfde dat nogal goed. Nou, ja, okay. Ik kies waarheid. Heb je ooit iets van je buren gestolen? Nou, als ik eerlijk ben... Ja, je hebt een keer iets van school gestolen. Ja, per ongeluk een schaar en een paar blokjes. What? Vertelde ze later pas. Maar je bent wel eerlijk. Maar ik heb haar nooit kunnen teruggeven, want ik schaam me daar echt dood voor. Dat ik zo aankomlopen. Sorry juf, in de onderbouw. Sorry juf, ik had het een paar jaar geleden per ongeluk meegenomen. Dat kan ik echt niet. De waarheid. Heb jij ooit iets gestolen van school of werk? Dat is de... Hè? School of werk. Hoe toevallig. Hoe toevallig is dat? Oké, of school of van werk. Werk, ja. Ik denk dat ik wel, net zoals jij, onbewust eens iets heb gestolen van werk. Van die kleine zakjes melkpoeder en zo. Nee. En van die bestekjes in zo'n dingetje. En ja, die namen we wel eens mee. Omdat dat gewoon handig was voor je tasje, voor als je ergens was of zo. Dus eigenlijk, maar eigenlijk is het wel stelen, want eigenlijk is het niet de bedoeling dat je dat meeneemt. Probeer je oksels te kietelen met je grote teen. Nee! Kietel, 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 kietel. Sorry, nee. Ja, dat kan ze. Kietel, 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 kietel. Een keer durven. Eén keer. Mix verschillende sausen bij elkaar en eet het resultaat. Ja, ik durf het. Oké, dan doe je het. Verschillende sausen? Ja. Hoeveel? Dat maakt niet uit. Mix verschillende sausen bij elkaar. Oké. Ruiken? Dit vind ik echt smerig. Doe een minuut lang een gorilla na. Een minuut echt? Ja, een gorilla, hè. Oké, okay, hou Wacht, even de timer erbij zetten. Stopwatch, go! Het is een klein meneer Nielsen aapje. Wat is een gorilla? Oh, oh nee! Een hele grote. Sorry, Dex. Een zielig gorillaatje ben je. Ik denk ze daar gewoon bij zitten. Ja, één minuut, stop. Wat was het engste moment van je leven? Toen weet Bart met de raceauto te snel ging. Oh, op het circuit met Bart. Dat was wel heel eng, ja.
Maar goed, verder. Ik is weer durven. Wat? Sla een ei kapot op je hoofd. Ja. Maar ik durf het niet, dus ik durf het echt niet. Nee? Nee, ik vind het zonde van haar. Ook al is het goed voor haar, maar ik wil niet. Ik durf het niet. Nou, dan doen we het niet. Nou, speel een televisieprogramma na. Hoppa, 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 hoppa. Oh, nee, ik ga een andere doen. Even nieuw. Nee, ik ga Mindy. Oké, ik ga een televisieprogramma naspelen. Oh, nee. Laat zien hoe je flirt met iemand. Nee, dat kan ik echt niet doen. Doe maar alsof je met Dexy flirt. Dexy oh, ja, is zogenaamd is een jongen die je heel leuk vindt. Nee, zo doe ik nooit. Geitje. Oké, nu ga ik even zien. Oh, maar dat kan ik echt niet aan. Oké, volgende. Wat is het meest vreemde dat je ooit hebt gegeten? Dat net. Nee, dus ik heb echt gewoon wel vreemdere dingen gegeten hoor, mijn hele leven. Oh ja, ik weet het. Ik heb slakken wel eens gegeten. Dat is echt heel raar. Heel vreemd. Geef een yogales van 2 minuten. Nou, geef mama maar een yogales. Dat kan wel even. Ja. We gaan beginnen. Okay. Sluit je ogen. En denk aan wat je het mooiste vond in je leven. Oké. Dan weer. Naar deze leuke video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet even niet om een dikke duim omhoog te doen. En abonneer beneden. Yay!